boog, maar voor keuze zit daar automatisch pijl erbij. Oh, nou gaan we slijmen hoor, ja hoor. We zitten in de penarie. Wat is de enige mogelijkheid wat we kunnen doen? Slijmen. Welkom terug bij Lego de Hobbit. We gaan verder waar we de vorige keer zijn gebleven. En de vorige keer zijn we op weg gegaan naar het vakantiehuisje van Nico. Ja hoor, hij is ook weer van de partij en van het hele zootje achter hem. Ja, jullie dachten, waar zijn die anderen nou gebleven? Hebben ze het over ons, René? Nee, niet over jullie, over hun. Maar leuk dat jij er ook weer bent. Ja, natuurlijk. Wat is nou een Let's Play de Hobbit zonder mij? Één groot feest. Nee, dat is het als er een klipte die niet bij is. Wat? Ja, ik ben er nu bij, jongens. Hallo. Hallo, fans. Hallo. Dat ben ik weer, hoor. Mijn naam is madame Nikmak. Jongens, en die twee liggen dat nooit, hè? Hou mij er buiten. Hij zei het, ik niet. Ja, maar jij zegt het ook wel eens verkeerd, hoor. Ja, laten we nou eens even genieten van het volgende filmpje. Ja, nog even doorzet. Heeft hij een hemelbosje in zijn mink geduwd? Oh ja, ja. Dit is net Jenga, hè? Valt ook meteen als één blok uit elkaar. In elkaar. Gewoon een kwestie van goed kijken. Duh. Ja, die vogels maak je niet gek hoor. Moet ik dat hele pok en naar boven? Nou ja, dat zei zo. Kom op jongens. We gaan met z'n allen naar boven. Even normaal hoor, ja? Het is een zware klim, dus iedereen moet even voor zich volwassen gedragen, ja? En, ja, anders ga je naar beneden. Inderdaad, hij heeft dat heel goed begrepen. Maar ja, nou zijn we nou met één minder, maar goed. Ik weet dat Bilbo moet hebben, maar ik wacht nog even. Nou, hier is niks. Oké, Bilbo. Eerst even je ring omdoen. Volgens mij is het gewoon stiekem een trouwring van Bilbo hoor, maar goed. wie had dat ook alweer? Oh, een tijd geleden. Nee, jij niet. Ik ga gewoon iedereen proberen. Nee, jij ook niet. Nee, hey, jou lijkt mij helemaal stug. Oh. Nee, gewoon. Kom op. B. Ja, nee, zo wordt het. Oh. Nee, ik dacht dat ik moest bouwen, excuus. Ja, zo, jongen. Ja, ik heb het er, jongens. Help. Kom maar verzamelen. Oké, Theo, welke moeten we nu op? Ik ben Theo niet, ik ben Gert. Weet je nog, jongens? Ik ben Gert, hè? Hallo, Theo. Hallo, die kabouter daar vroeg welke kant we op moesten. We zijn allemaal dwergen, ja? Behalve Bilbo, dat is een hobbit. Nee, wat is een hobbit? Ja, een apart geval. Oké, we moeten weer stapelen, jongens. Hoezo? Waarom weet ik niet? Waarom weet ik dat niet? Zie ik iets over het hoofd of zo? Ja.
Dit blijft altijd zo'n vreemd dingetje, echt waar. Hoppatee. Oh, dit is waarschijnlijk iemand met een grote krachtmeting. Kan uit iemand... nee, jij niet. Oh, jij misschien. Ik zal wel even kijken hoor. Nee, mij lukt het niet. Oh, sorry. Oh, kijk eens uit. Oh, wacht. Laat mij. Zo, wat een kracht. Zeg dat een kleine dwerg zegt. Dan moet je niet vergissen hoor, wat een kracht hun hebben. Dat zie je dan en dat zie je hier maar weer. Oké. Ja, als je helemaal onder de knie hebt, is het best. Allah, waarom ga ik opeens naar Bilbo? Guttug. Oh, moet hier. Staan nu nog op een post, zo te zien wel, mooi. Ja, ik ga naar boven. Ik stuur wel een aanzichtkaart. Zo, heb ik niet. Hoi. Zo, oh. Kan ik hier in? Ja, ik kan hier in. Natuurlijk kan ik hier in. Geen idee waar die uitkomt. Oh, kut. Nee, volgens mij heb ik echt heel weinig aan. Hè? Ik moet echt iemand hebben die... Waar is die alle krachtpatsen van de net? Waar is die? Wil de krachtpatsen zich even melden? Op mijn zin. Is er nergens een ladder of zo? Kom op. Nee, met dat ding lukt het ook waarschijnlijk niet. Ik wil het wel proberen hoor, maar... Oh, daar ben je. Ik loop je overal op te zoeken. Jongen. Kijk, dat bedoel ik. Heb je daar hier omhoog? Ja hoor. Moeten we nog meer omhoog? You must be kidding, right? Maar wat is hier dan? Ja, iets wat ik... Eén van de vijf. Oké, dan moeten we dat ook verzamelen. Laat Theo even voor je op. Dan ben je eens, volgens mij. Ja, nee, heb je er weer een. Doei, opa. Doei. Allemaal van mijn erfenis af. Ja, maar is toch dood en hij heeft ons geen erfenis gegeven. Ja, ik maak mij een grapje. Jongen. Dat je die grap niet eens begrijpt. Dat is wel heel erg. Gooi maar goed. Oké. Hoppatee. Ja, wat mij eens even. Oh. Laat ik voor de zekerheid een grote bol. Nee, is dat hem wel? Ja, lijkt me wel. Oh, dat verzamelen, ja hoor. Huppadee. Ik wou net vragen, waar komt die uit? Ah, jou heb ik nodig. Even kijken hoor. Waarschijnlijk moet ik eerst rood hebben. Dan die. Oh, wacht, nee, ik heb hem al. Kijk, die moet rood worden. Ja. Kijk, die is al blauw. Of... En die is rood, die is nu blauw en die moet groen worden. Zo, die meiden, dat heb je ook hoor. Ja, dit is een kwestie van snappen. Ik snap ook wel heel veel hoor. Ja, had ik mij ook wel kunnen vragen wat ik moest doen. Ja, maar ik hoef er niks te vragen hoor. Ik snap het. Ja, maar voor de volgende keer. Oké.
En waar is onze grote vriend Theo? Waar is iedereen eigenlijk? Hallo. Wat gebeurde er net eigenlijk? Ik zat even niet op te letten. Oh, dat ja. Ja, die zit je helemaal niet op te letten. Nee, dat klopt inderdaad, ja. Iets meer opletten, nee? Ja, dan ben ik hier ook al achter. Waar is de grote... ja, jou heb ik nodig. Vier van de vijf. Oh, ik moet er nog eentje hebben. Zou je net zien dat die laatste... Dat ik daar waarschijnlijk wel voorbij ben. Ik heb er een pijn op, hè. En dan moet je meteen deze helpen. Ja hoor, ja, kijk eens even. Iets sneller, mag ook wel iets sneller. Kom op zeg, hup, draai, hup, hup. En hup, ja hoor. Oh, hup. Let all those who doubted us through this day. Moeten we nou gaan klappen? We have a key. Which means there's somewhere there is a keyhole. We hebben een sleutel. Dus misschien zou er ergens een sleutelgat moeten zijn. Ligt dat aan mij of is de logica verder zoeken? Duh. Ja, laten we Theo even alles laten lopen. Zo. Is het uiteindelijk maar het laatste standbeeld van het openbaar, jongens? En natuurlijk, ja, een sleutelgat, maar ja, dat komt zo meteen wel, hè? En zo. Oh, wat komt er nou weer naar boven drijven, zeg? Oh. Oh ja, dat is wel leuk om te verzamelen natuurlijk. Iedereen. Zo, wat een hindernisbaan is dit zeg. Hallo, goedemorgen. En het ging even fout, hè, Theo? Oh, weg nou eens even. Nee, kom op. Ja. Meteen door. Ja, hier was ik al bang voor. Oh, wacht. Haha, René ziet het hoor, René ziet het. Oh, dat meen je niet. Nee, ik wil even dan ga je maar tussen hun twee kiezen. Wat als ik dit doe? Ja, dat is best een bang voor. Oh, ik snap hem. Kwartje is van snel gevallen hoor. Nou, dat werd ook een keer tijd. Zeg jij maar eigenlijk. Want je is eigenlijk een kwartje gevallen. Jongen. Tijd geduurd, maar toch. Ah, joh. Oké. Hoofd. Oh, ja, zie je wel. Wat een gedoe eigenlijk, maar goed. We zijn er. Ik was even bang dat ik naar beneden ging. Wat? Zo. Even kracht zetten. Ja, dan ben je daar dus ook zonder, zeg, van die boom. Ja, en wat moet ik daar precies mee? De hinddoor. Waar is het? Het is heel goed. Ga niet op me voor. Ja, het is zeker zinloos als jullie met jullie kop even de kool gaan staan natuurlijk. Zo, die geven snel op. Ja, onze held hè, Bilbo. Onze grote held. De Bilbo Man. Ja, hij gaat op je poepen hoor.
Ook graag gedaan. Aan de kant. Wat? Als je me nou. Oh, fijn bedrag voor mij, oké. Time to earn your reward. Bij je inkomen. Vind ik nou zoiets volks, hè? Zeg meneer. Ja, zeg dat eens. Heeft u mijn jas gezien? Hoe ziet uw jas eruit? Nou, langwerpig en het heeft twee mouwen en ik kan erin. Oh, een jas? Ja, nee, natuurlijk. Dat hangt aan de kapstok, hè? Ja, en waar vind ik de kapstok? Bij de ingang. Oeps. Oh, bij de ingang. Oh, oké. Wij gaan vervolgen. Dag. Eens even kijken, een ding zegt dat. Oh, Oh, er staat al gelijk de volgende missie, oké. Okay. Het is Elsa, ja. Ik hoor die stem, ik hoor je net ook, maar was ik helemaal vergeten te zeggen of te vertellen. Het zou jullie vast niet ontgaan zijn dat de acteur die in Lord of the Rings en The Hobbit ook wel bekend stond als Sauron, dat hij ja, een week of twee is overleden. Ik vond het een hele goede acteur. Ik ken hem ook als de bad guy van James Bond in de film van The Man with the Golden Gun. Maar toch ben ik wel benieuwd, wat vonden jullie van zijn rol als Sauron in de gelijknamige The Lord of the Rings en The Hobbit? Wat vonden jullie? Vonden jullie het een geweldig goede enge acteur? Mag een reactie achterlaten hoor, hoeft niet. Maar... Ah, dat is toch zonde dat hij door de toeter... Nee, het is een trompet. Dat hij die trompet... Ja! Something they will go. Ja! Wat? Oh god, wat heb jij grote tanden? Thief in the Oh my goodness, how oh, yay! Come to sleep from you. Oh, small, the unnecessary wealthy. Ik dacht dat het draak een goede neus had. Kan iemand toch wel vinden, of niet? Hallo draakje, ik ben hier zo. Kan je me zien? Wat een strengel zeg. Nee, ik ga mijn koprolletjes doen, want dit schiet ook niet op. Kan ik die tent lopen? Nee. Als Bilbo heeft opeens last van hoofdpijn. Wat een gigantische kutkop heeft hij trouwens. Sorry dat ik het maar gezegd, maar wat een gigantische kutkop. Oh, het is zoeklicht. Oh.
zeg, waar leid je me eigenlijk naartoe, landlul? De rolwater is wel. Ik kan niet eens springen. Dat bouwen? Nee, ik kan niet bouwen. Kan ik jou gebruiken? Ja. Zo, goeiemorgen. Nee, je op mijn oog. Oké, okay, ja. Zo ging je even op Nico liggen, wat een gek is dat ook, zeg, wat een balootijd. Heb je wel wat we zoeken eigenlijk naar? Ik zit wel aan de grond te turen, maar Nico, we moeten heel stil zijn. Want er is namelijk een draak die mij niet zo aardig vindt. Ja, dan vind ik dat wel een stom draakje, want ik vind jou heel aardig. Nou, dankjewel, maar ik vind jou ook aardig hoor, maar dat draakje is ook een beetje van Tuur Tante Lotje gedikt, hè. Maar goed, laten we hier mee gaan. En zo komen we langzaamaan naar beneden. Oh, yeah. Echt de bibbers van die stem. Hey, Nico, wil jij het even regelen, jongen? Ja, hoor, ik kan het wel even regelen, Bilbo. Ja, nee. Hallo? Ja. Goed zo, huppatee. Oh, zo, dat kwam even dichtbij. En ik had mijn 3D-bril niet eens op. Oké, wat is dit? Oh, ik ben omhoog. Oh, dan worden we daar waarschijnlijk omver geblazen. Ja hoor. Of heb ik nou iets gespoilerd? Help! Slopen! Gewoon alles slopen! B. Oh, sorry. Ik moet bouwen. Wat moet ik bouwen dan? Eigenaardig, maar oké. Ja, dan heb je hebt je cover gebloot hoor, of je cover, hoe noem je dat? Ah, kijk, de bekende, hoe heet die steen ook alweer? Nou, de bekende steen, ik noem het even de bekende steen. Oh shit, oh nee, oh shit, ja. Nico was even gemalen biefstuk. Nee, dat hoeft niet. Eens even kijken hoor, dat glinstert. Moet ik het door Bilbo laten oppakken of? Oh, ik moet het eerst lopen. Kan het ook wat zachter? Er zit daar automatisch spijlen bij. Oh, nou gaan we slijmen hoor. Ja hoor. We zitten in de penari. Wat is het enige mogelijkheid wat we kunnen doen? Slijmen. Nou, je even rustig hè. Oh, op die fiets, oké. Het is weer zoekwegtijd.
Oh, kijk uit. Oh, kijk uit. Dit is nog best spannend eigenlijk ook. Maar ook best makkelijk. Oh nee. Oh god. Ligt dat kind nu daar? Nou, niet uit me. Niet zo meteen moeten te pakken. Ja, behalve een lelijke grote rode draak, maar goed. Truly thief. How do you choose? Zeg, jij bent ook niet aardig, hè? Om het telkens dief te noemen. I teach our swords. Ja, dat je wel. Our spears. My rings. Are they precedes you, your smell, the tyrannical. Truly, you have no equal on this earth. Ik denk dat je nou heel boos hebt gemaakt, Bilbo. Hey, dat is me zeker. Did you find it? Plan's not gonna work. These furnaces are stone cold. There's no fire hot enough to set them ablaze. Have we not? I did not look to see you so easily outwitted. You have grown slow and fat in your dotage. Ja, ik zei net tegen hem dat hij niet aardig was, maar dat is ook niet bepaald. Take cover. Go! Zo, die heeft wel zo'n bal gegeten. Get those pedals working! Go! Nee, ik doe niks, hè. Ze bewegen automatisch. Wat is dit? Oké, hier ga ik het bij laten. En volgens mij is het volgende deel het laatste deel. Maar dat zien we dan wel, hè. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken. Vonden jullie dan een leuke video? Laat dan een leuk, mooi duimpje achter, hè. Deel het met je social media, met je vrienden, met je buren, met je collega's, met je klasgenoten. Ja, de hele rutte met deut, hè. En ja, even kijken. We gaan de volgende keer, wat ik eigenlijk dus zei, de volgende keer verder waar we zijn gebleven. En we zijn hier gebleven bij dit, ja, hoe kan je het noemen? Theo's plan. Oké, met Theo's plan. We gaan de volgende keer verder met Theo's plan. Kijken wat hij in petto heeft. Nou, ik zou zeggen, tot ziens!